Ieder jaar zijn er in Nederland honderden gezinnen waarvan de ouders dolgraag willen verhuizen, maar hun kinderen absoluut niet. Ik wil niet verhuizen, want oma woont hiernaast. Nu willen sommige ouders zo graag verhuizen dat ze de complete huizenkeuze en aankoopverantwoordelijkheid in de handen van hun kinderen leggen. Treed binnen. De kinderen bekijken, kiezen en kopen in deze overspannen huizenmarkt een nieuw huis. Is dat dan een draagmuur of niet? Zonder dat de ouders daar ook maar iets over te zeggen hebben. Hoe loopt dat af? Ik kom wel janken. Dit is Kinderen kopen een huis. Cas, begrijp jij dat het je vader wil samenwonen met Tineke? Nee. Oh, ik dacht, nou nu komt er een heel lief antwoord. Het moment is daar. Wat gaan jullie meekrijgen qua budget? 500.000 euro. Deze zijn nou, binnen. Tijn staat bovenaan. Nou, fijn. Ja, ik wil graag gewoon een ruim huis en dat iedereen een eigen slaapkamer heeft. Dus 6 slaapkamers? Ja. 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 Het is nog eigenlijk iets heel kleins, maar onze hond die kijkt heel graag naar buiten. Dus als er lage ramen in zouden zijn, dan zou het wel heel fijn zijn, want dan kan de hond naar buiten kijken. Oh, wat lief. Maar dat ja. Ja. Ze is wel blind. Ja, ze is blind, maar waarom... Hoe kijkt dan op ze niet naar buiten kijken? Dit is hem. Dit kan hem worden? Dit kan hem worden, dat is een goeie. Ik vind hem eigenlijk best mooi. Mooi halletje daar, de toilet. Wauw, dit is echt een mooie keuken. Het is nu een inloopkast. Ja, maar hier kun je ook gewoon een kamer van maken. Het is wel iets kleiner, maar... Dikke kans dat jullie vader en moeder hier ook gaat slapen, hè? Ja, maar dan kan ik al hier en dan met de badkamer. Dat is wel cool. Oh, jij hebt jezelf al deze? Ja, jij bent natuurlijk de oudste. Ja, maar ik wil allemaal niet boven met de jongens, want de jongens stinken altijd. Dat snap ik. Oh, dit is Geert. Wacht, sorry, die moet ik wel opnemen. Ja, Geert, hallo. Hey. Hallo, Geert. Hey. Wij zijn onderweg naar jou. We hebben een probleem. Oh nee. Wat dan? Ik word net gebeld door die makelaar. Ja, dit kan je ook echt niet verzinnen. Dat huis is verkocht. Welk huis? Waar we nu onderweg zijn. Oh my god. Nee joh. Er kwam een koper tussendoor. Die ging dwars over de prijs en dat huis is verkocht. Oh my shit. God. Oh, dit is echt heel kut. Dit is heel kut. Oké, dit hebben wij ook nog nooit eerder meegemaakt. Gelukkig kunnen we bij het volgende huis wel gewoon terecht. Oh, het is niet zo'n mooie deur. Wat grote keuken. Oh, het is een beetje klein. Yo, dit is groot. Wow. Niet mooi. Wow. Nou, je ziet wel dat dit een bakken was. Dus dan zou je vanuit die deur, hier een hal aan de achterkant, maak je daar je slaapkamers. Het is wel heel veel werk. Jullie zijn niet lui, toch? Nou, redelijk. Niet veel later heeft Geert weer een huis gevonden. Helaas zijn wij met de camera niet welkom, maar de kinderen bezichtigen het huis vol goede moed. Het huis ligt in een rustige wijk in Veldhoven, heeft 163 vierkante meter woonoppervlakte en de mogelijkheid voor 6 slaapkamers. We zijn net bij het huis geweest en wat vonden we ervan? Nou, de meesten vonden het eigenlijk wel heel leuk en mooi. Ja, alleen voor mij, Tess en Tjus wel ver fietsen naar school. Ja. Ja. Maar? Gaan we erop bieden? Ik zeg gewoon wel. Oké, ik ga nu op de knop drukken, jongens. 3, 2, 1. Bam! Goedemorgen, Geert, met Pieter. Goedemorgen. Goedemorgen. De spanning is hier om te snijden. Ik snap het. We hadden 4 biedingen binnen. En moet jullie helaas mededelen dat ze voor een betere bieding gekozen heeft. Ja. Zo, dat komt hard aan hier. Dat snap ik. Doetjes, doei. Shit. Dit is wel even balen, jongens. Ik vind het wel heel erg jammer. Ja. Of jij tegen een muur wordt aangegooid. Zo. Wat nu? Is de vraag. Uithuilen en opnieuw beginnen. Eerste reactie? Ja, ja, wel mooi. Mooi. Laten we gaan kijken. Wow, heel ruim. Zo. Het is wel ruim, ja. Ja. Wow. De badkamer is wel heel klein. Hé, hey, hier heb je dan ook weer een wasbak. Ja, we moeten wel even allemaal die dingen eraf schuren. Dat is ook kapot daar. Ja, die kan je eraf. Maar halen. Misschien gaat Tessa hier slapen en vindt ze het mooi, hè? Ja, denk je? En hoe is dit ten opzichte van school, afstand? Heel fijn. Ja? Ja. Ja? Ja, we zijn eruit. Ja.
Oké. Okay. We gaan een bot doen op het huis. Serieus? Ja. 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 Net online aan tafel gezeten met die kinderen. 507.837,10 euro. Daar zijn we op uitgekomen. Eén ding is zeker. Als we het hebben, wordt het carnaval in Brabant. Henk, Henk, Henk. Ja, Geert? Ja. Kan je ons verlossen? Ja, ik kan jullie verlossen, want er waren veel biedingen. Dat zat ook allemaal niet ver uit elkaar. Maar ja, de verkopers van de Klepper in Best, die hebben toch gekozen om het aan jullie te verkopen. Dank je. Dit is echt heel vreemd. Ja. Ja, ik woon hierachter. Ze zien hier wel potentie in, omdat het allemaal dichtbij is en Veldhoven. En jouw kinderen, Corné? Ja, ik denk dat ze het huis wel mooi vinden, op zich wel, denk ik. Ja. Het is een heel breed huis. Het is een beetje meer standaard, maar ja, goed, verder ziet er echt goed uit. Ik voel van alles in de positieve zin. De andere huis, ja, daar heb ik naar gekeken en dan kijk ik. Maar hier voel ik van alles. Dit is echt wel, voor mijn gevoel, heel ver weg van alles. Heel ver van Stefan af ook. Ik weet het even niet. Ik vind het even niet zo leuk. Hm? Dit voelt echt helemaal hier. Dat gevoel heb ik. Jezus Christus. Sowieso. Tja. Tja, tja, hoor ik. Ik voel geen nieuwsgierigheid. Daar zijn ze, jongens. Hoe gaat het met jullie? Ik heb echt zweethanden. Ja, het is wel echt heel erg spannend, ja. Wat is het meest spannende? Waar ik sta. Ja, inderdaad. Waar hoop je niet te staan? In Eindhoven. Niet in Eindhoven te staan. Oké. Zullen we het gaan aftellen, jongens? Ja. 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 In 3, 2, 1. Hoppa! Tada! Wow! Yes! We gaan hier samen wonen. Met z'n allen. Zal ik knuffelen. Hey, mannen. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.